Centrum Vernieuwing Emmen, Oude Centrum. Links, logo van Avitec. Rechts, logo Gemeente Emmen. Logo Gemeente Emmen bestaat uit acht schuine rode pijltjes geplaatst in ruitvorm. Op vogelvluchtniveau zweeft de camera vanaf het marktplein de Noordstraat in. Beeldtekst in rood. Let op, deze beelden geven slechts een impressie en kunnen afwijken van het uiteindelijke straatbeeld. De straat is met donkere klinkers belegd. Mensen staan samen te praten of zitten op de een van de vele bankjes. In dit gedeelte zijn smalle langgerekte plantsoenen gemaakt. Eén boom per plantsoen met struiken in diverse kleuren als ondergroei. Tussen de plantsoenen zijn bankjes geplaatst. Hoog boven de hoofden van het winkelend publiek hangen regelmatig lange lijnen bedekt met een groene massa. Ter hoogte van het kruidvat is een grote plantenbak geplaatst in het midden van de straat. Daarin een grote boom en lage onderbegroeiing. Twee metalen banken zijn op de hoge rand bevestigd. De camera gaat eerst naar links van de plantenbak om daarna naar rechts te draaien langs de winkel van Dames de Vries terug de Noordstraat in. We zweven langs de groene gevel van de Reed Shop. Het beeld verandert. We zweven opeens de Derkstraat in met links van ons torentje van de winkel van Jan van Pier. Op regelmatige afstand zijn conformige lampen aan stalen kabels bevestigd die over de straat zijn gespannen. Ze worden afgewisseld met kabels die bedekt zijn met groene bolletjes. De derkstraat is voetgangersgebied onder andere met grotere bloembakken tegenover de intertoys. Dwars op de straat staan nu lichtgekleurde houten banken tegen het bloemperk aan. In deze straat is rechts een verhoogd gedeelte met drie traptreetjes langs de winkels. Tussen het wandelgedeelte en het verhoogd gedeelte is een laag donkergrijs muurtje geplaatst met openingen voor de deur van een winkelpand. Ook bij deze openingen zitten trapjes. Voor het grote wietpand met geveltekstpui is een langgerekte bloembak geplaatst. Bij de entree van deze shop is de bestrating wit. Twee zwarte bankjes links en rechts nodigen uit om even te zitten. Langs het verhoogde gedeelte zijn ook rijbanen geplaatst voor rolstoelen. De camera draait aan het einde van de straat weer terug de derkstraat in. Opeens zijn we weer in de Hoofdstraat. De camera zweeft van links via het wandelgedeelte voor de winkels over enkele smalle stroken groen met enkele bomen. Daarna de ruimte voor auto's en enkele parkeervakken. Aan de rechterkant smalle stroken groen. Verderop aan de rechterkant van deze straat een bredere wandelgedeelte met parkeergelegenheid voor fietsen in de vorm van gebogen metalen stangen. Via de gevel van de kapsalon zweven wij weer naar links terug over het groen gedeelte heen, waar schuine stroken tegels het wandelgedeelte verbinden met de straat. Ook hier zijn bankjes geplaatst. De verlichting is aan de rechterkant van de straat geplaatst. Aan hoge dunne lantaarnpalen hangen dezelfde conforme lampen als in de voetgangersgebieden. Ter hoogte van het gebouw met geveltekst Drostebonbons verandert de hoofdstraat weer in een fiets- en voetgangersgebied. De groene stroken zijn zeer smal en vormen een afscheiding tussen van links naar rechts, wandelfiets en weer wandelgedeelte. Achterwaarts zweven we nu over het plein gevormd door het samenkomen van de hoofdstraat en het marktplein. Rond de oude bomen zijn perken gemaakt met hoge brede randen waar men op kan zitten. Ook is hier en daar rond de bloembakken witte bestrating aangebracht. Het straatbeeld vervaagt. Beeldtekst eindscherm. Het rood met zwarte logo van Avitek staat links, en rechts is het rode logo van de gemeente Egmen.